Welkom bij Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Pieter Waterdrinker over zijn inmiddels 10e boek, de vuistdikke roman Poubelle. Waterdrinker werd voor verschillende literaire prijzen genomineerd, onder meer voor de Liberis Literatuurprijs voor zijn boek Lenin's Balsam, en zijn werk is vertaald in het Engels, Duits en Russisch. Hij woont afwisselend in Moskou en Sint-Petersburg en is naast schrijver ook freelance correspondent Rusland voor Vrij Nederland en De Telegraaf. Welkom, Pieter. Dankjewel. Hoe kwam je op het idee voor dit boek? Ah, dat is een hele lange weg. De genezen van een roman, dus de ontstaansgeschiedenis van een roman, is altijd een beetje mysterieus, toch? De meeste van mijn boeken, ik schrijf romans, niet non-fictie, maar romans, die zijn toch eigenlijk verbonden met mijn biografie. En zeker wat het decor betreft. En ik heb 2 romans geschreven die spelen zich af in het decor van mijn jeugd. Mijn debuut Danslessen en de roman Duitse Bruiloft. Die spelen zich af in de microcosmos van mijn jeugd, in een badplaats, in de duinen, in Haarlem, Nederland. Kom je vandaan? Haarlem-Zandvoort, ja. En ja, dat is enorm veranderd in de course of my life, zou ik maar zeggen. En ik heb in die 2 boeken heb ik de romantiek van de jaren 60, 70 die ik nog heb meegemaakt, daar proberen op te roepen en te vast te leggen. De boekstaven, zoals Jeroen Brouwers dat zou zeggen. Maar het meeste werk, omdat ik al 20 jaar in Rusland woon, is verbonden met het decor van Rusland. Ja. En ik heb een aantal boeken geschreven. Bijvoorbeeld een roman die speelt zich af in Sint-Petersburg, Liebmans Ring. Ik wilde altijd die stad. Petersburg is een literaire stad voor mij, net als Parijs of Berlijn. En de grote schrijvers als Dostoevsky en Gogol en Nabokov enzovoort, Tsjechov. Die hebben over Petersburg geschreven. En ik wil altijd tribuut aan die stad doen. Dat is de roman Liebmans Ring geworden. Veel van mijn romans spelen zich af. En ook verhalenbundels in Moskou en in Rusland. Ja, dit en, boek in principe ook. Of tenminste, ja, zeker het tweede deel. Ja, en dit boek is eigenlijk, het decor is Europa. Ja. Is Frankrijk, België, Nederland. Oekraïne en Rusland. Rusland. Ja. En dus om op jouw vraag te beantwoorden, ja. Want ik kom even een lange aanloop maken. Ik was voor mijn werk, was ik 1,5 jaar in Oekraïne. En ik was getuige van het begin van de opstand van de Maidan. Tot uiteindelijk de annexatie van de Krim. En uiteindelijk de oorlog in de Donbass. Ik was daar ooggetuige van, zal ik maar zeggen. En ik was helemaal niet van plan om daar een roman over te schrijven, maar dat kwam pas na de ramp met de MH17. Ja. Toen kwam alles samen en dat schokte mij natuurlijk zeer. Ook omdat ik het begin van die ramp heb meegemaakt, om maar zeggen, de aanleiding. Hè? Zonder de Maidan was er nooit een opstand geweest, was de Krim nooit geannexeerd geweest, was er nooit oorlog geweest in Oost-Oekraïne. En zou je kunnen zeggen, was ook nooit de MH17. Ja, want dat is uiteindelijk de conclusie van ik maak niet de conclusie. Het is meer een gedachte-experiment, zou ik maar zeggen. Een roman moet nooit vragen beantwoorden, maar oproepen. Ja. En toen dacht ik van ja, het is eigenlijk, ik heb het wel eens pervers genoemd om niet dit onderwerp te nemen, omdat het de kapstok was, de kleefstok, waarbij je eigenlijk het hele contemporaine Europa, de aanloop naar die ramp, die veel langer is dan een paar maanden, maar eigenlijk misschien al het afgelopen kwart eeuw, om dat te beschrijven. En daar wilde ik al langer een boek over schrijven, maar het viel samen op een gegeven moment. Een roman moet een thema hebben, een hoofdpersoon, en het moet een soort wiel zijn dat ergens naartoe rolt. En ja, op een gegeven moment was het vrij snel al daar. Dat ik eigenlijk een soort voorspel tot de MH17 heb willen schrijven. Maar het gaat over veel meer dingen natuurlijk. Ja, nee, uiteraard. Ja. Werkelijkheid en fictie lopen door elkaar. Dat heb je net al een beetje geschetst. Je begint in 2001 ongeveer. Het eerste gedeelte heet dan het eerste boek. En je hebt nog een tweede boek, maar dat doet er niet zoveel toe. Ja. Het begin van het verhaal speelt zich af in 2001 en 2002... tegen de historische achtergrond of de gebeurtenissen van de 9-11... maar ook de internetbubbel en eigenlijk de bomen die tot in de hemel groeiden in die periode. En dan het tweede stuk van de geschiedenis, dan sla je even een stuk over. Mm-hmm. Is 2013 en 2014. Ja.
En dan verplaatsen we ons inderdaad naar het Maidan-opstand, associatieverdrag met Oekraïne. En uiteindelijk de ramp met de MH17. Dat is allemaal echt gebeurd. Historische gebeurtenissen. Feiten, ja. Daarin, en nu het fictiegedeelte, heb jij een man verzonnen, Wessel Stolz. Kun je in kort schetsen wat voor man dat in het eerste gedeelte van het verhaal is? Ja, nou, het is een man met een overspannen levenswil, zou je kunnen zeggen. En wat is een overspannen levenswil? Is dat iemand die eigenlijk een leven zou willen leiden waarvan hij droomt, dat hij wil bereiken, maar waartoe in dit geval talent benodigd is. Kijk, als jij concertpianist wil worden, dat lijkt me trouwens fantastisch, of violist, dan kan je namelijk over de hele wereld reizen. En je bent altijd vrij en je kan altijd je geld verdienen, desnoods op straat. Maar ja, ik heb nul talent voor muziek, voor zover ik weet. Ja. Ik kan geen noot lezen. Dus stel dat ik nou heel graag violist zou worden, en je wil dat op een of andere manier doorzetten. Je gaat noten leren lezen enzovoort. En je blijft in die droom volharden, dan kan het vastlopen in de prikkeldraad van de realiteit. En dat is het geval bij de Wessel Stolz. Hij wil schrijver worden, maar hij kan het eigenlijk wel, maar niet voldoende om zich te meten aan zijn grote voorbeelden. Hè? Ja. En wat je dan ook vaak ziet, het is iemand die niet alles opoffert voor in dit geval de literatuur, wat je volgens mij moet doen. Je kan niet zomaar literatuur of kunst een beetje erbij doen. En dat zie ik vaak wel. Dat heel veel mensen die gaan vroeg met pensioen of zijn op hun 30ste opeens miljonair, wat in het geval van die Wessel Stolz geval is. Ja. Dus eerst denken en alles doen in je leven om het materiële welzijn te behalen. En dan pas denken aan de kunst. Dat vind jij de verkeerde volgorde? Nou ja, dat is volgens mij, dat kan helemaal niet. Kunst is niet een keuze, daar ben je onvrij in. Als jij een drang hebt om te schrijven of om toneel te spelen of wat dan ook, dan moet dat al het andere wegvagen. Hmm. En vaak zijn dat soort mensen die hier omheen, die zijn ook gewend aan succes. Die zijn bijvoorbeeld directeur geweest van een bedrijf en hebben een gouden handdruk meegekregen. En zijn altijd gewend aan roem. En die denken dan, dat heb ik vaak meegemaakt, die mensen die 60 zijn, zeggen ik ga nog eens een boek schrijven en dat wordt dan een bestseller. Maar niet weten dat om een goed boek te schrijven, dat zo ongelooflijk moeilijk is. En dat training en opoffering vergt. En ellende en doorstaan leed, vaak van jaren of decennia. En dat beseffen ze vaak niet. En ja, Wessel Stolz is eigenlijk ook zo'n iemand. Beetje zelf ingenomen eigenlijk. Ja, een beetje zelf ingenomen en overtuigd, maar hij struikelt al vrij snel. En dan ziet hij in dat dat niet lukt met die literatuur. Ja, wat even kort schetsen. Ja, hij gaat de politiek bedrijven. Hij heeft een reclamebureau met een vriend van hem en dat is succesvol. Dat verkoopt hij ergens in 2001. Ja. Is hij eigenlijk financieel, heeft hij zijn schaapjes op het droge. Ja. Hij is met zijn vrouw samen, Friedel heet zijn vrouw. Denkt hij, nu ga ik lekker weg uit Nederland en ik word schrijver. En ik ga een heel oeuvre ga ik in elkaar pennen. Ja. En hij vertrekt naar Frankrijk eerst in eerste instantie. En dan komt hij daar gaandeweg vrij snel achter dat hij heel onzeker is. Dat hij het gewoon niet kan. En dat zijn droom in feite uiteenspat voor wat betreft dat nieuwe leven met zijn vrouw. Ze hebben overigens geen kinderen. Dat is ook een thema in het boek. Zeker, ja. Ze willen heel graag kinderen, maar dat lukt steeds niet. Of in ieder geval, zij raakt niet zwanger. Ja. In ieder geval niet van hem. Nee. En het begint al vrij snel dat je zie je de barsten al komen in die in dat schijnbare, mooie, geweldige, goed voor elkaar hebbende bestaantje van hem. En dan, dat schrijven, dat lukt hem niet. Hij heeft heel grote voorbeelden, namelijk in eerste instantie Willem Frederik Hermans, Nabokov, Tsjechov, Tolstoy. Ja. En wat ik heel mooi vind, hij komt op een gegeven moment komt hij in de schrijfkamer terecht in Moskou. Dan is hij al heel erg ver doorgereisd. En dan wil hij proberen helemaal in de sfeer en in de heilige geest moet hij indalen. Komt hij op het schrijfkamertje van Tsjechov terecht. Door eigenlijk gewoon een beetje corrupte iemand om te kopen. Juist. En dat vind ik zo geestig. Want dan zeg je, even kijken waar ik dat heb opgeschreven. Dan is hij zo blij dat hij eventjes alle 10 zijn tenen beweegt van geluk. Ja. Ik zie het ook zo knullig. Ik zie het ook zo voor me. En dan heeft hij besloten dat hij een verhaal gaat schrijven dat moet heten De Asbak. Ja. En nu moeten we even terug naar de titel van je boek, want dat is Poubelle. Ja. Poubelle, dat is een vuilnisbak in Frankrijk. Ja. Ja. Maar dat is ook een echt bestaande, de naam van een echt bestaande figuur, is een achternaam. Ja. Die vuilnisbakken zijn in feite naar hem vernoemd. Ja, klopt.
En want wat doet Wessel Stolz nou als hij merkt dat hij het schrijven niet zo geweldig goed gaat van zijn zogenaamde grote roman? Dan bedenkt hij, nou dan ga ik maar non-fictie schrijven, want dat verkoopt beter. En dan bedenkt hij dat hij een roman gaat schrijven, of nee, dus een biografie van die Poubelle. Dat mislukt ook. Ja. Maar zo kom je dus aan die titel ook. Ja, nou... Omdat het ook zo'n... Het is een beetje terpatserig ook. Het heeft drie... Ten eerste inderdaad, Poubelle is dus de historisch bestaand figuur. Was vroeger prefect in Parijs. En die heeft toen de vuilnisbak uitgevonden. Poubelle is ook de naam van een rebel. Die komt later in het boek voor. Van een Oekraïense rebel. Mijn bedoeling van de titel Poubelle is dat de menselijke vuilnisbak, als het ware, gelicht wordt en daar de stank doordringt. En inderdaad, die Wessel Stolz gaat dan naar Moskou toe in het begin om een beetje iets van het heilige aura van Tsjechov mee te krijgen. Want hij is begin 30, Tsjechov is 43 geworden, maar dan las hij van ja, Tsjechov was begonnen op zijn 20ste en in 23 jaar tijd had hij een heel oeuvre geschreven. Ja, dus dat kan ik ook. Dus als ik nu opschiet, dan kan ik voor mijn pensioen ook nog een oeuvre als Tsjechov schrijven. Dus dat is een beetje hilarisch natuurlijk. Maar het is dus wel een... Ik kan zeggen, het is een... Sommigen zeggen, het is een schoft. Het is een glad figuur. Hè, uiteindelijk ook als hij politicus wordt enzovoort. Maar hij beseft het wel. En hij is ook niet helemaal onversneden dom of zo. Want hij heeft wel gevoel voor literatuur en voor het leven. Ook, je kan hem ook wel enige gevoelens toedichten. Maar hij is meer ontworteld, had ik het gevoel. Ja, een ontwortelde figuur. Op drift. Of weet je, zoals je een tulp afknipt van de bol, je zet hem in een vaas, dan gaat hij toch nog bloeien, maar hij beseft niet dat hij al dood is. Exact. Zo'n dat is het, figuur. Ja, en volgens mij... Heel moeite met zoeken. Hij weet eigenlijk niet goed wie hij zelf is. Ook. Nee, identiteitsproblemen. Voilà. En ik denk ook omdat zijn weerdekang in dit boek... Hè? Dat loopt voor de lezer even heel slecht met hem af. Maar het is natuurlijk gewoon een klassieke ondergangsroman. Maar zijn lot is wel verbonden aan dat van Europa in bepaalde opzichten. Hij is voor mij een soort homo Europeanus. Ik weet niet of dat bestaat. Vroeger had je homo Sovieticus in de Sovjet-Unie. hij is dus een Europeaan van iemand die hedonistisch is en op welvaart hij houdt van een welvarend bestaan. En uiteindelijk gaat hij dan ook, omdat het niet lukt met de kunst, gaat hij de politiek in. En dan kiest hij natuurlijk de goede kant. De kant van sociaal-democraat. Want hij komt zelf uit een armelijke familie enzovoort. Dus hij heeft het hart op de goede plaats in bepaalde opzichten. Maar ja, dan komt hij toch in die rat race van de politiek. En dat blijkt natuurlijk één corrupte, hypocriete omgeving te zijn, zeker in de omgeving waar hij belandt, het Europees Parlement in Brugge, of in Brussel. En ja, dat is dan toch ook een soort de nucleus, denk ik, van heel veel mensen die ik om me heen zie, dat ze precies weten hoe de wereld in elkaar moet steken en dat ze dus ook zeggen hoe het moet en normatief en dat ze ook rekeningen opstellen hoe dat wereld beter moet, maar dat altijd de rekening door iemand anders betaald moet worden. En daar is Wessel Stolz ook weer een voorbeeld van. Ja. Je beschrijft die wereld van het Europese parlement, of eigenlijk van dat soort, hè, die mensen, die parlementariërs, ook als eigenlijk een totaal decadente, bijna parallele werkelijkheid. Alsof ze alleen hun eigen biotoop begrijpen en zien. Niks weten van wat er inderdaad gebeurt naast die biotoop. En in die biotoop wordt ontzettend veel gedronken. Ja. Heel veel betaalde seks. Ja. Erg veel op kosten van het Europees parlement geluncht en gedineerd en gereisd. Ja. En ja, noem maar op. Eigenlijk zijn ze niet echt iets aan het doen. Maar je schrijft op een gegeven moment ook, ze hebben eigenlijk geen macht. Nee. Weinig. Kijk, het is maar een klein gedeelte van dat Europees parlement. Een klein gedeelte van dat boek. Kijk, iets wordt interessant als iemand A zegt en B doet. Dan is dat namelijk een soort tragedie. En ik zie zoveel mensen die in die spagaat leven. Dat ze weten, volgens hun verstand, volgens hun gevoel, hoe de zaken in de wereld zouden moeten zijn. Heb je het over politici? Ja, en dat ook uitdragen. Maar tegelijkertijd het andere doen. En als je dat dan zegt, dan is dat bijna een cliché. Maar ja, jongens, die Wessel Stolz zit in een biotoop en is ook eigenlijk de verpersoonlijking van een Europa
dat altijd, en dan op een gegeven moment ook als hij in Oekraïne is, gaat zeggen hoe het allemaal moet. Maar hun eigen leven strookt daar niet mee. Maar het gekke is dus dat je beticht wordt van goedkope praatjesmakerij als je dat soort dingen zegt. Maar er was een tijd, en dat soort dingen bestaan nog steeds, dat hoofdredacteuren van bepaalde kranten een commentaar schreven dat we allemaal gezamenlijk naar scholen moesten enzovoort. En hij had het stuk toch niet klaar, of hij stapte in de auto omdat hij zijn kind moest ophalen of wegbrengen naar de beste blanke school die er voor zijn eigen kind was. Ja. Nou, en dat soort hypocrisie zie ik allerwegen omheen. Maar het is niet lekker in Nederland als je daar als schrijver over schrijft. Want dan haal je de mensen, jaag je daarmee tegen je in het harnas. En ik ja, vind... Merk jij dat? Ja, zeker. Omdat sommige mensen hebben gezegd dat dit een rechtse roman is. Ik ben totaal niet rechts. Ik ben gewoon iemand die altijd voor de underdog kiest. Ja. En zowel in mijn privéleven als in mijn ethische, morele leven. Maar de ongerijmdheden en de dichotomieën of de hypocrisie beschrijven in een boek oproepen, omdat het raakt in de kern van de wereld waar we nu in zitten. Hè? Dat er moeten allemaal vragen beantwoord worden waar we geen antwoord op weten. Over de vluchtelingencrisis, over de bomaanslagen, over immigratiedebat enzovoort. En dan raak je in de kern een figuur als Wessel Stolz, die altijd rekeningen opstelt en altijd weet hoe het moet. Maar als het erop aankomt, die rekening door iemand anders laten betalen. En volgens mij gaan we naar een wereld toe die... We zijn voorbij uit een wereld waarin de onschuld voorbij is, waarin de ellende ver weg was, de honger, oorlog enzovoort was ver weg. Maar het staat nu op onze stoep. En we kunnen niet meer louter toe met woorden, maar met daden, met handelen. En daar gaat dit boek ook een beetje over. Van in hoeverre een soort ethisch probleem. Van hoe moeten we handelen in de grote problemen die we tegemoet gaan, die we ongetwijfeld tegemoet gaan. In mijn stellige overtuiging. Ja, want wat zie je eraan komen? Vluchtelingencrisis? Kijk, bijvoorbeeld, laten we het even bij het boek houden. Ja. Dat op een gegeven moment hij is mislukt schrijver en 12 jaar later staat hij op die Maidan en hij wordt meegezogen in die oorlog, letterlijk. Hè? En door zijn ogen heb ik althans geprobeerd, de lezer, door de ogen van de hoofdpersoon, die dat hele proces te laten meebeleven. Hij is als het ware getuige. Althans, dat heb ik geprobeerd. Ja, en hij doet ook mee. Hij is deelnemer, maar hij is ook beschouwer. Vooral, toch ook. Hij is toch ook beschouwer. En het aardige wat ik getracht heb om te doen, is dat de lezer, als het ware van Zuid-Frankrijk tot Brussel en Amsterdam en Moskou en Kiev en de Krim en naar de Donbass, als het ware in een soort schuitje zit en meegenomen wordt in de maalstroom van de geschiedenis, maar daardoor ook dingen ziet als in een film, als een beschouwer. En dat hij dan zelf zijn conclusies kan trekken. Want ik ga geen antwoorden geven, dit kan ik helemaal niet. Nee, maar daar ben je heel goed in geslaagd. Want het mysterie oproepen. Heb ik het ervaren met het lezen van het boek, inderdaad. Maar wat ook interessant is, want met je, op een gegeven moment laat je Wessel Stolz in ieder geval zeggen van zijn leraar Duits, die heeft dan op een gegeven moment, toen hij nog op school op het gymnasium zat, die zegt: geschiedenis verloopt via schakels van een ketting. Mm-hmm. En ook al ben je één schakeltje, dan ben je toch schuldig aan de gebeurtenissen aan het einde van het verhaal. En wat er nu gebeurt met deze Wessel Stolz, als hij... als Europarlementariër in Kiev is, dan moet hij een toespraak gaan houden. Dat is in het echt gebeurd met Van Balen, Hans Van Balen en Guy Verhofstadt. Die hebben dit ongeveer gedaan, wat Wessel Stolz in jouw boek doet. Maar wat niemand weet, of wat de mensen weinig weten, is dat Van Balen en Verhofstadt, dat zijn zogeheten liberalen. Ja, die waren dan van een andere partij. Maar die hielden die toespraak, dat is absoluut waar, die hielden die toespraak in februari. Die opstand begon in december. December. In februari was de grote putsch, zal ik maar zeggen. Of de revolutie, het is maar net hoe je er tegenaan kijkt. Ja.
in maart werd de Krim bezet en vrij snel daarna brak de oorlog in Oost-Oekraïne uit. Maar in december, al, stond Wessel Stolz. Meneer Jacques Monash stond daar op het plein. En die is van de PvdA. Ja, okay. Dat weten weinig mensen. En toen ik die toespraak van Jacques Monash zag in Kiev, ik heb hem daarna ook gesproken, toen sloeg ik dat ook op. En heeft Jacques Monash dit gezegd? Wat Wessel... Ja, het is gewoon een aanmoediging. Kijk, even nog voor de luisteraar uitleggen. Gezegd. Het ging in die tijd in de Oekraïne om het associatieverdrag met Europa. Ja. En dat werd op dat moment... er waren voor- en tegenstanders in het land. En die waren aan het demonstreren op het Maidanplein in Kiev. En daar daar speelt... Hè, op die, bij mensen hadden tentjes, maar er waren ook natuurlijk allerlei politie- en legereenheden, et cetera. Ja, nou ja, je had de Janukovic, die was toen de president. En die had gezegd dat we gaan het associatieverdrag tekenen. Te 11:00 uur, toen het in Vilnius in Litouwen getekend moet worden, heeft hij zich teruggetrokken. Ja. Onder druk van Poetin, dat is wel duidelijk. En toen is de jeugd op straat gegaan en toen is dat heel snel in een soort opstand terechtgekomen. Maar ja, goed, het verloop daarvan lijkt ook heel erg op een putsch, op een staatsgreep. Maar goed, daar blijf ik buiten, ga ik ook niet te veel op in. Dat vind ik ook niet zo erg van belang. Maar goed, het gaat natuurlijk om de invloed die Europarlementariërs daar eigenlijk een beetje stroop om de mond smeren van die bevolking. Terwijl ze niets te bieden hebben. Het was liefde die niks kost. Ja, de worst voorhouden. Ja. En eigenlijk alleen maar ter zelfprofilering. Want dat zie je ook vaak. Dat in dit geval politici, maar mensen zichzelf profileren. Ten koste, ten detrimente van anderen. En normaal loopt dat met een sisser af, om het zo maar te zeggen. Maar in dit geval werd het vuur zodanig opgestookt dat er na de annexatie van de Krim is en uiteindelijk een oorlog in Europa. Ja. En as we speak nu, die oorlog duurt nog steeds voort. Hè? En wij weten niet waar het einde is. Want wij denken altijd, oké, het zal weer loslopen. Maar op dit moment, 10 dagen geleden was ik in de Baltische Staten, in Letland, waar NAVO-troepen nu oefenen. Omdat men zegt, de Letten worden bedreigd door Rusland. En dat kan zomaar ontaarden. We weten het niet. Poetin is natuurlijk gewoon een totaal ongeleid projectiel. En sommige mensen zeiden toen al tijdens de crisis van Oekraïne, we moeten wapens leveren. We moeten tegen de Russen optreden. Ik zeg, prima, dat kan ik begrijpen als je dat wil. Maar dan moet je ook... Ik heb zelf geen kinderen, maar als jij kinderen hebt van 18 jaar die nu backpackend in Australië zijn of net het eindexamen gymnasium hebben gedaan. Als ze dan ontaard met jouw wapens leveren, dan moet je ook bereid zijn om jouw kinderen naar het front te sturen om ergens te sneuvelen in een korenveld ergens in Oost-Oekraïne. Want dat is dan wenn schon, denn schon, zeggen de Duitsers. En dat is ook een beetje het dilemma dat hier wordt opgevoerd in dit boek. Dat wij misschien in West-Europa, in Nederland, zijn altijd weggekomen met bla, 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 bla. Dat vind ik altijd zo mooi in die film La Grande Bellezza. Op een gegeven moment op het eind heb je hem gezien, die film. Ja. Dat op het eind en dan is hij moe. Gaat over decadente Rome. Decadente Rome. Ja. En dan zegt van ook even, dan haalt hij nog Shakespeare aan of zo. En dan bla, 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 bla. En dat is natuurlijk ook zo met bla, 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 bla. En je kwam ermee weg. Het staat gewoon voor, zeg maar wat, als je er maar serieus bij kijkt, dan gelooft iemand je. Maar natuurlijk, normaal dan stap je weer gewoon de straat op of in je auto en alles is normaal. Ja. Maar als je op een avond bla 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 hebt gezegd en de volgende dag hangt er een vliegtuig boven je hoofd, niet een reclamevliegtuigje of een vliegtuigje dat op weg is naar Mallorca, maar een militair vliegtuig dat een aantal manoeuvres maakt en van plan is om bommen te gooien, dan denk je, ja jongens, dat kan niet, want dat is iets van vroeger. Oorlog is zwart-wit. Het is een film. Film is zwart en ver weg. Ja. Maar ik heb persoonlijk ervaren, meerdere malen ook in de oorlog, in Tsjetsjenië, in Georgië was ik helaas, enzovoort. Ook in die oorlog in Oekraïne, en die hoofdpersoon maakt dat dan ook mee, dat hij op de ene moment zit hij op het terrasje in Amsterdam. En het andere moment is hij dan in de oorlog in Oekraïne. En dan staan er mensen met kalasjnikovs in zijn buik te prikken. Niet als op een videoscherm, maar in het echt. Ja. En er liggen echt lijken in de greppel. En ze stinken ook nog. En ze bloeden. Ja. En dan is het opeens anders. En wij staan in Europa volgens mij zo ver weg van die beelden. Omdat we niet kunnen bevroeden
dat het ooit nog kan gebeuren. En dat is... Bij ons. Bij ons, ja, met ons. Ja, dat wij dat soort dingen ineens in de straat zien liggen. Ja. Dode mensen. Ja, maar we spelen wel met vuur in die zin dat we wel... Doe allemaal, wel mee. Allemaal zeggen we, je moet dat doen. Maar het zijn altijd anderen die het moeten oplossen, weet je wel? Nou, wij doen toch ook mee? Oh ja, maar het vliegtuigen. Kan, ja, maar tuurlijk, we doen mee op een risicoloze manier. Ja. Maar stel dat door die tanks in de Baltische landen, waar heel veel voor te zeggen valt, prima. Maar oké, dat er nu wel een idioot het besluit neemt om te gaan aanvallen. Dan heb je artikel 5 van de NAVO, aanval op één is een aanval op allen. Dan hebben we oorlog. Dan heb je gewoon oorlog. En dat begint dan ook eventjes ver weg. En dan hier in het prachtige Utrecht kan je het niet voorstellen, maar nog maar 50 jaar geleden vielen er ook bommen op Rotterdam, hoor. En op Arnhem. Het kan zomaar weer gebeuren. En dat is volgens mij toch ook een beetje de impliciete boodschap. Nou, ik heb geen boodschap, maar... Ja, de werkelijkheid waarin hij... Want hij komt in feite uit die werkelijkheid waarover we het nu hebben. Zoals hier dit gesprek wordt opgenomen in Utrecht. Ja. In Nederland en alles prima. Iedereen heeft alles goed voor elkaar. Heeft ook allemaal van dat soort vriendjes. Die zijn ook heel succesvol allemaal. Ja. Hij heeft een paar mensen die met invloed rijk en succesvol in de politiek. Zo komt hij ook weer in de politiek terecht. Een vriend van hem, Clemens van Dongen. En inderdaad de kinderen van die man met zijn vrouw. Die zijn ook heel succesvol. En die gaan allemaal reizen. Allemaal alles gezellig wat en leuk. Wat een verrukkelijk leventje. Ja. En vanuit dat leventje... Terwijl hij is wel getroubleerd iemand. Onze Wessel. Zeker. Die denkt ook veel over de dood. Hij is eigenlijk ook, hij heeft sluimerende depressie. Dat merk je ook de hele tijd. En hij blijkt namelijk... Daar komt hij zelf achter als hij 12 is... niet het kind te zijn van zijn ouders... maar opgevoed te worden door de zuster van zijn moeder. Ja. Want zijn ouders zijn om het leven gekomen toen hij 2 was. Ja. En de ironie wil dat zijn echte vader kunstschilder was. En hij denkt ook dat hij die gevoelens van artisticiteit van zijn vader heeft. En zijn stiefvader is huisschilder. Ja. Vond ik wel leuk bedacht. Oh, nu je het zegt, daar heb ik niet eens over nagedacht. Oké. Ja. Die heeft een alcoholprobleem en die moeder, die zus is, die niet zijn moeder is, maar de rol van zijn moeder, die is wel lief voor hem. Maar die vader, daar kan die helemaal niks mee en dat is echt vreselijk. En daar is natuurlijk al die depressie begonnen. Ja. En dat afgesneden zijn eigenlijk en dat ontworteld zijn. Ja, tuurlijk, als jij iedereen het leuk en gezellig ziet. Ja, en in die situatie, dus je komt heel veel van zijn binnenwereld, van zijn psyche te weten. Mm-hmm. Je leert hem echt kennen, ook als iemand die eigenlijk steeds twijfelt. Ook aan zijn eigen motieven en of hij wel goed doet. Mm-hmm. En dan komt hij in die prachtige wereld van die rijkdom en al die prostituees en die dat zuipen en dat reizen. Boem, ineens in de oorlog in Oekraïne terecht. Ja. En daar gaat het ook helemaal mis met hem. Want hij wordt ontvoerd door die rebellen. Toevallig heet die commandant die hem ontvoert ook Poubel. Ja. Hoe kwam je daar eigenlijk op? Of was dat, waarom wilde je dat die commandant ook... Of heet echt een commandant Poubel? Ja, die commandanten in Oost-Oekraïne, die hadden allemaal bijnamen. Oké. Die hadden bijnamen. Oh, dat zou dus, zomaar kunnen. Dat had heel goed gekund. Ten meer ook omdat deze man ook in Frankrijk had... Ja, met vreemdelingenlegioen had gezeten enzovoort. En... uiteindelijk belandt die Wisselstols dan inderdaad in een kelder in Oost-Oekraïne, wordt er gevangen gehouden en hij wordt ook aan verhoren onderworpen. En eigenlijk zit in de persoon van die Wisselstols zit gewoon Europa in de kelder. Hè? Ja, in wezen wordt door die rebel, die eigenlijk ook geen onversneden schoft is. Ik bedoel, hij wilde promoveren op Voltaire. Ja, intellectueel. En intellectueel. En die is ook ontaard. Hè, vreemdelingenlegioen gegaan. En toen kwam hij terug in dat mooie Europa. En toen bleek dat hij eigenlijk voor dat mooie Frankrijk moest vechten in Afrika. En als hij terug was, toen zag hij al de jeunesse dorée lekker in Frankrijk op terrasjes zitten. En genieten van alle zaken die voor hen vanzelfsprekend waren. Ja. En hij als... lid van het vreemdelingenlegioen uit Rusland. Dat zijn er echt veel van dat soort mensen. Die werd dus als een soort iemand van de tweede garnituur gezien. En heel merkwaardig, daar kwam ik gisteren opeens op, dat lot of dat ressentiment van die Russen, dat lijkt eigenlijk heel erg op het ressentiment van heel veel Noord-Afrikanen bijvoorbeeld in Europa. Daar moest ik ook aan denken. Hun lot is eigenlijk heel erg gemeen, want heel veel Russen zeggen ook tegen mij van ja, altijd maar die Amerikanen, jullie...
jullie zijn mensen en wij zijn Russen. Ja, weet dat je wel? Staat ook een paar keer. Ja. Dat laat je die commandant ook een paar keer zeggen. Want ze zijn eigenlijk geen mensen. Of ze zijn een soort kakkerlakken meer. Ja, nou, worden door ons helemaal niet als mensen gezien. Nou ja, het is natuurlijk ook zo dat... En zo voelen ze dat natuurlijk. Nou ja, het is natuurlijk heel veel... Of dat nou goed is of gerechtvaardigd is of niet, dat maakt niet uit. Ja, Reven zei of God bestaat of niet, maar het maakt niet uit. Er zijn mensen die in God geloven en daar heb je mee te maken. En heel veel Russen zijn na de val van de Sovjet-Unie... en Poetin is daar de verpersoonlijking van... hebben resentiment, een groeiend resentiment naar het Westen toe. En zijn boos ook en... Of dat nou allemaal juist is, weet ik niet, maar het bestaat. En met die realiteit heb je rekening te houden. En sommige dingen zijn ook wel te begrijpen. Bijvoorbeeld, mensen zeggen ook, waarom is die Poetin altijd zo op machts- en oorlog bezig? Het is allemaal ver achter ons, de oorlog is al 60 jaar geleden. Maar Poetin is opgegroeid in een keukentje in Leningrad toen nog. Heel armelijk, door de ratten liepen in het trapportaal enzovoort. Maar Poetin had 2 broers en die zijn in de oorlog in Leningrad overleden. Samen tijdens de blokkade in Leningrad. Die heeft 900 dagen geduurd. Dus de nazi's hadden de stad omsingeld. 900 dagen lang. En tijdens die blokkade zijn er 750.000 mensen om het leven gekomen. 750.000. In één stad. In één stad. 750.000. Kijk, wij praten over de Tweede Wereldoorlog, met name over de 200.000 Joden die zijn weggevoerd. En dat bepaalt tot de dag van heden terecht ons onverwerkte oorlogsverleden. Maar in één stad alleen al zoveel doden, 750.000. Verstand erboven. En Poetin heeft een direct lijntje. Namelijk zijn broer is daardoor door de Duitsers omgekomen. Dus vandaar. Maar zijn broer was dan veel ouder dan hij? Veel ouder, ja. Veel ouder. Zijn nakomertje. Ja. Oké. Okay. Ja. Dus hij is eigenlijk een eerste generatie oorlogsslachtoffer. Ja. Ik bedoel, Grünberg is eerste generatie oorlogsslachtoffer. Zijn moeder heeft in Auschwitz gezeten, heeft het overleefd. En Poetin in een heel andere constellatie is ook door die oorlog getekend. Ja. En het werk van Grünberg is eigenlijk ook doordezend met goed en fout, heel impliciet. En wat hij op de Volkskrant doet ook. Het is altijd toch een oordeel vellen vanuit het feit, van ook zijn biografie, van jongens, dit is er gebeurd direct met de vrouw uit wie haar baarmoeder ik voorkom. Ja. Hoe kom je nou opeens op Grünberg? Omdat het ook een oorlogsslachtoffer is. Een oorlog kan verschillende vormen hebben. Want in jouw boek wordt ook vanuit die Russische visie gezegd... Luister eens, wij hebben veel meer... de Russen hebben het leven gegeven om Europa te bevrijden. En wie krijgen altijd het applaus? Niet de Russen, want wij zijn fout. Dat helpt ook dat resentiment natuurlijk. Nou ja, toen ik, want ik weet niet hoe het bij jou was, maar toen ik op school zat, ik bedoel, het was altijd bevrijdingsdag, de Amerikanen, de Canadezen. Ja, niet de Russen. En de Russen niet, want... Dat komt dan vanwege Stalin natuurlijk. Dat kwam omdat Stalin dan natuurlijk Oost-Europa heeft bezet en 50 jaar lang het Oostblok was. Dus die waren impliciete vijand. Ja. Maar al die arme jongens die het leven hebben gegeven... 20 miljoen doden, toch? Ja. 20 miljoen Russen. Ja, al die jongens die in die dorpjes werden weggeplukt... op weg naar Berlijn met de mitrailleur in de rug. Hè? Want 1 stap achteruit en je werd door je eigen officier neergeschoten. Ja. En dan zeggen ze, ze hebben daar terecht in Oost-Pruisen... hebben ze brandschattend en verkrachtend zijn ze opgetrokken naar Berlijn. Allemaal waar. Maar al die miljoenen doden, dat rechtvaardigt toch ook... in ieder geval een soort begrip of... In de hersenpan van West-Europa. Dat is lange tijd niet zo geweest. Ja. En dat draagt bij aan het resentiment. Ja, precies. Even kijken, want wat ik... dan hebben we die kelder wel gehad. Het gaat helemaal... Die Wessel Stolz is voor jou in feite een soort persoonlijke verbeelding van Europa, toch? Of de Europese mens, dat zei je in het begin van het gesprek al. Ja, hij is een Europeaan, zoals niet ieder Europeaan is zo iemand. En ook omdat hij natuurlijk gewoon door zijn positie die hij inneemt, als lid van het Europees Parlement. Ja. Ja. Maar we volgen zijn eigenlijk gewoon zijn werdegang. Ja. Het gaat mis met hem, zijn huwelijk loopt op de klippen.
Ja. Er komt ook op een gegeven moment in het verhaal... Er is ook een verteller, een ik-figuur in het verhaal. Ja. Het blijkt een schrijver te zijn, die ook te maken heeft met het leven van Wessel Stolt en zijn vrouw Friedel. Ja. En die gaat op de een of andere manier... Want het is eigenlijk ook een mislukt liefdesverhaal. Ja, al mijn romans zijn mislukte liefdesverhalen. Dat huwelijk loopt op de klippen. Ja. En die vrouw die legt het aan met de verteller van dit boek, de ik-figuur. En die heet... Ja. Weet je ook weer? Stefan? Nee? Dan moeten we even opzoeken. Ik weet het zelf ook vergeten, die heet. Ja. Kan je nagaan. Sander Brons. Sander Brons, ja. Zo heet hij. Sorry, want ik had hem namelijk... Ik moest denken omdat ik hem eerst een andere naam had gegeven. Oh. Maar toen zei mijn redactrice, dat moet je niet doen, want het lijkt te veel. Op iemand op staat. Ja, ik ga niet zeggen wie. Ah, jammer. Ja, maar... kijk, het is eigenlijk ook een... Kijk, als je nu zo zit te praten over het boek, denk je, wat een ingewikkelde boek. Maar dat probeer ik altijd ook wel weer van de daken te schreeuwen. Dat al mijn romans zijn echt... Om zo maar het woord te gebruiken, meeslepende filmische boeken. Hè? Ja, het is heel beeldend. En het jammer is dat je er altijd toch ook moeilijk over moet praten, om toch een beetje zin te geven misschien. Heel veel mensen denken van, had ik maar... Die weten niet dat ik schrijf zoals ik schrijf. Enfin, ik moet elke lezer moet ik één voor één veroveren. Dat is mijn idee. Maar de vertelinstantie, die eigenlijk misschien wel het verhaal vertelt... Dat is een soort spiegeling met het parallele verhaal. Ja. En dat wordt inderdaad door die Sander Brons geschreven. En dat is iemand met wie hij op school is gegaan. Die eigenlijk ook verliefd was op Friedel. Nog steeds, ja. In dat hele boek. Maar die wel gekozen heeft, al heel vroeg, voor het schrijverschap. In een zoldertje in Amsterdam zit. En misschien is hij wel degene die dit verhaal vertelt. Die het boek schrijft. En, dat lijkt een beetje zo, ja. Hij is misschien ook wel het spiegelbeeld van de Wessel Stolz die hij had kunnen zijn als hij andere... Fotonegatief. Als hij andere keuze in zijn leven had gemaakt. Als hij niet had gekozen voor het geld, maar meer voor zijn... Ja, volgens zijn principes en zijn dromen had geleefd. En zijn dromen had nagestreefd. En uiteindelijk... Ja, is die twee spiegels komen samen ook letterlijk in het boek. Ja. Ja, op het eind, dan gaan we niet vertellen. Ja. Maar dan denk je ineens, zo zit het in elkaar, juist. Dort is der Hund begraven, zoals de Duitsers zeggen. Er komen echt ontzettend veel personages in het boek voor. Die man die beleeft de meest waanzinnige avonturen. Dat kunnen we natuurlijk allemaal niet in 3 kwartier bespreken. Ja. Maar wat ik me ook afvroeg, want dat vind ik altijd leuk om te weten. De omslag is een tekening van... Alexander Benoit. Ja, en dat is gemaakt. Dat is een theaterontwerper, Russische theaterontwerper. En het stelt voor een ambtenaar met een varkenskop. Ja. En het is gemaakt voor Petrushka van Stravinsky. Ja. En Petrushka, ik vroeg me af, heb jij dit boek ook een beetje vormgegeven naar het verhaal van Petrushka? Absoluut niet, nul. Heeft er niks mee te maken? Nee, ik zag, Alexander Benoit is overigens niet alleen maar een theaterontwerper. Het is een genie, een absoluut genie. Mm-hmm. Behoorde tot de Miris Kustwe, de wereld het jaar kunsten, het begin van de vorige eeuw, met Diaghilev, die misschien kent, de man van de Belle Russe. En dat was vlak voor de revolutie, was dat een stroming in Petersburg met alleen maar genieën. En Alexander Benoit was ook zo'n genie. Prachtige schilderijen, tot op hoge leeftijd geleefd in Parijs. En al die schilders waren ook genieën op het gebied van literatuur. Alexander Benoit heeft memoires geschreven waarvan ik altijd probeer dat ze nog een keer in de privé-domeinreeks terechtkomen. Want door die man zie je dus de hele revolutie enzovoort. Absoluut een genie. Maar ik kwam dat tegen, dat beeld van een man in een frak met een varkenshoofd. En ja, homo homini lupus, de mens is een wolf, maar eigenlijk ook een varken. En ik vond het wel sprekend eigenlijk. Dus een dansend varken. En het danst ook nog, weet je wel. Dansend op de vulkaan. Rijk, maar wel met een hoofd van een varken. Ja, nee, maar ik heb het opgezocht. Want ik dacht, dat heb je natuurlijk allemaal helemaal bewust gedaan. Dit stelt dus inderdaad een ambtenaar voor. Met een varkenskop. Ja. Dat hele Petrushka, dat speelt zich op een volksfeest. Ja. En het gaat over een tovenaar die 3 poppen tot leven brengt. Ja.
waarvan Petrushka het slachtoffer is. Want ik dacht... Niets heeft er niets mee te maken. Met het thema althans. Nee, nul. Ik heb het niet eens... Dat jij dat nu zegt, je bent de eerste. Het is een liefdesverhaal waarin... Ja, nu het zegt. Ja. Waarin hij wordt verliefd op de andere pop, de ballerina. Maar er is ook nog een moor, dat is de derde pop. Ja. En die moor, die ballerina wil liever die moor hebben. En uiteindelijk wordt hij vermoord door de moor. Ja, het is ongelooflijk dat je het nu zegt, want ik ken het verhaal enigszins. Maar van Petrushka. Ik dacht, oh, dat heeft hij in zijn hoofd gehad. Absoluut niet, nul. Ja, dat is toevallig. Pas op het, toen het boek klaar was, gingen we naar een omslag kijken. Ja. Het gebeurt altijd vaak vrij snel. Omdat... En toen is dit het geworden. En toevallig is het vanuit Petrushka, maar het, zijn ook, het is een schets, hè, overigens. Een schets. Ja, voor, schets. Ja. Maar het is absoluut... Ik vond het leuk, omdat die Alexander Bernat, die hele... Wellen, die hele stroming aan het begin van de vorige eeuw in Rusland. Absoluut alleen maar genieën. En, ja, dat zit allemaal een beetje aan het begin van die eeuw. Hè? En, ja, de jaren tien ook. De zilveren eeuw van de zilveren eeuw van de poëzie. Ja. Ik bedoel, toen begon ook... de Anna Akhmatova begon ook toen. En Cheng Shai heeft een prachtig boek geschreven over Diaghilev. Die de grote performer die tentoonstellingen organiseerde in Sint-Petersburg... Van danser, deze, van deze man. En toen niet een danser, maar een soort Joop van de Ende van het begin. Oh, okay. En toen ging hij uiteindelijk na de revolutie naar Parijs toe, naar Rome. Ja. En daar begon hij een soort theater, dus Ballet Russe begon hij te doen. Ja, ja, ja. En al die kunstenaars die gingen daarmee, die gingen die de decors maken. Ja. En ook Alexander Benoit, je had ook Bakst enzovoort. Die ging die decors maken. Dus dat is alleen maar... Ja, nee, want ik vraag dit ook... omdat ik een beetje naar de slotvraag toe ga. Ja. In je boek vergelijk je het Europese parlement... of eigenlijk de Europese Unie... met het einde van het Sovjet-tijdperk. Of heb ik dat... qua nou, decadentie... Niet het einde, die parallellen zijn zo treffend. Ik was ooit een keer in het Europese parlement... toen er nog 15 nog maar lidstaten waren in Straatsburg... Ja. En de Sovjet-Unie bestond ook uit 15 republieken. En ik was in de Sovjet-tijd in Rusland, of in de Sovjet-Unie. En dan had je naast het Kremlin had je een hotel Rassia, dat is inmiddels gesloopt. En daar kwamen alle deputaten, afgevaardigden, al die Sovjet-republieken aanvliegen. En die hadden allemaal auto's met chauffeur en die werden geprivilegeerd. En die werden dan ondergebracht en die gingen dan in dat grote paleis, in het Kremlinpaleis, confereren. En daarna gingen ze eten en drinken en met hun matresses weer naar het hotel of naar de restaurants. En datzelfde zie je nu. En toen ik althans daar in Straatsburg in het Palais de l'Europe rondliep, zag ik meteen de parallellen, meteen. En dat was dus al 20 jaar geleden, denk ik, toen ik daar was. En inmiddels is die Unie uitgebreid. En ik vind het ook vreemd, om het niet te zeggen pervers, dat als je een Europese Unie wil opbouwen... Waar, ik ben voor Europa, hè, absoluut. Mm-hmm. Sommigen zeggen dat ik anti-Europeaan ben, quote non. Mm-hmm. Maar als je zo'n structuur opbouwt in Europa... waarvan vanaf Sicilië tot Noorwegen heel veel mensen moeten leven... voor een inkomen van een inkomen van 1200 euro in de maand, ik noem maar wat. Hè, mm-hmm. Als ze al werk kunnen vinden. 40% in Zuid-Spanje van de jongeren is werkloos. Die zijn blij als ze 900 euro een baantje kunnen vinden. Ja. Als dan die mensen, hun vertegenwoordigers in het Europese parlement... die al auto's met chauffeur hebben en 6000 euro salaris... dan ook nog eens 5000 euro per maand belastingvrij onkostenvergoeding krijgen... dan vind ik dat een grote schande. Mm. Omdat je dan gewoon een slecht voorbeeld stelt. En als je dan op die basis Europa wil opbouwen... dan ben je eigenlijk bezig met waar de Sovjet-Unie aan ten onder is gegaan. Namelijk de gelijkheid in dat geval prediken. En tegelijkertijd was er binnen de communistische partij een grote ongelijkheid. En de verschillen eigenlijk steeds vergroten. Exact. Ja, dus als we even, dat is echt de laatste vraag. Denk jij vanuit die ervaring en die parallellen... dat Europa ook op het punt staat in te storten? Net als de Sovjet-Unie, uiteen te vallen. Ik hoop het absoluut niet... Maar wat we nu zien is toch een deconfiture. En daarom, we zullen het opnieuw moeten uitvinden. Met nieuwe maatstaven, misschien een nieuwe ethiek. Een nieuwe normatieve ethiek. Ja, en dat is een grote opgave. Dus ik hoop er het beste van. Ik ook. Dankjewel voor dit gesprek. Dankjewel. Ik sprak met Pieter Waterdrinker over zijn roman Poubelle.